Deze beschouwing die gaat over de katholieke kerk en het celibaat. Bij de katholieke kerk is het verplicht dat als je de rol van priester op je neemt dat je dan celibatair door het leven dient te gaan. En dat betekent uh, geen seks, geen vrouw, geen kinderen. Iets dat in de Bijbel wordt geassocieerd met de mensen die... Dan pak ik eventjes de King James erbij. Dit is een brief die Paulus heeft gestuurd aan uh, Timothy. Timotheus en naam van hoofdstuk 4. En die spreekt over dat er tijden gaan komen. De laatste dagen of zo. Ik zal voor de zekerheid even mijn statenvertaling erbij pakken. Statenvertaling doet niet. Oh, wacht eventjes. Uh... Ja, nee, het gaat goed. Nieuwe tiestemientje. En dan één Timotheus. En dan pakken we de snelkiezer. Vier. Ja, laatste tijden. Dus in de laatste tijden zullen sommigen afvallen van het geloof... En die begeven zich tot verleidende geesten... leringen van de duivelen. En die doen alsof en ze liegen. En ze weten zelf wel hoe het moet. En die mensen... Uh, ...die verbieden... ...het huwelijk. Verbieden de te huwelijken. Dus mensen die een... Die het huwelijk verbieden, dat zijn leugensprekers. Eh, die het zelf beter weten dan dat wat in de Bijbel staat. Dus volgens Paulus, in zijn brief aan Timotheus, is de katholieke kerk een stelletje. Leugenaars. Die hebben zich laten verleiden. door verleidende geesten. Nee, die zich begeven tot verleidende geesten. En ze doen aan de leringen der duivelen. Tot die groep behoren ze dus. Er is zo'n hele discussie gaande. van moet je nou als bijbelgelovend iemand. Uh, omgaan met katholieken. Is het, is het wel goed om, die, ja, om tegen die mensen in te gaan? Moet je ze niet juist omarmen of zo? Ja. Nou, ik geloof dat je katholieke mensen uh, moet omarmen, dat je medelijden met ze moet hebben. En ik geloof ook dat je moet stilstaan bij het feit dat hun dogma ingaat tegen de Bijbel en dat hun, de katholieken dus, met de uitvoering van uh, hun dingen waarbij ze ingaan tegen de Bijbel, ja, dat ze niet moeten rekenen op mijn uh, toestemming. Het zijn de katholieken die aan de ene kant beweren dat ze van de Bijbel zijn. En aan de andere kant, waar het ze maar uitkomt, de Bijbel overtreden. De regels. Van nou, in de Bijbel zegt Paulus dat een verbod op het huwelijk, daar moet je niet aan doen. Dus wat doen wij dan? Nou, even denken hoor. Ja, wij zijn katholiek. En wat doen we ook alweer als er iets in de Bijbel staat? Oh, dat doen we precies het tegenovergestelde. Ja, want wij zijn katholiek. Dus een katholiek doet per definitie, en dat blijkt maar weer eens, precies dat wat in de Bijbel staat dat je niet moet doen, dat doen ze wel. En als in de Bijbel staat dat je iets wel moet doen, dan doen de katholieken dat niet. En dan moeten de katholieken weten. Dat maakt mij geen donder uit. Maar noem het beestje bij het naamje. Als je katholiek bent, moet je zeggen: ja, ik ben tegen de Bijbel, want ik vind er allemaal onzin in staan. Sommige dingetjes die bevallen me wel, maar gaan we niet vragen om, zoals in de Bijbel zelf staat, om de hele Bijbel te nemen. En, want dat doe ik niet aan. Want ik vind dat je natuurlijk dat mag je gewoon verbieden, want het staat in de Bijbel dat het niet mag. Nou, en ik zeg je bij deze: het mag wel. Van mij mag het wel. Want in de Bijbel staat dat het niet mag, maar van mij mag het wel. Ja, waar, 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 waar ben je dan mee bezig? Als mens. Moet je eerlijk zeggen, nou, ik vind de Bijbel een verachterlijk boek. Zeg dat dan eerlijk. En dan zeg ik tegen jou, van nou dat is jouw mening. En ik vind de Bijbel geen verachterlijk boek. Het is voor mij het woord van God. Om het maar even op de spits te drijven een betere volksmoraal dan de Bijbel, die ken ik niet. Als jij die wel kent, dan nou, mijn e-mailadres heb je niet eens nodig. Je doet maar een reactie onder deze uitzending. En stel me maar op de hoogte van een betere volksmoraal dan de Bijbel. Ja, door aan jou uh, de stap. En voor mij, uh, ja, ik heb in de ronde gekeken naar volksmoralen... En wat heb ik tot nu toe gevonden? In mijn korte zoektocht. Die, nou, ik ben echt gaan zoeken vanaf mijn veertigste. Dus ik heb naar nou twintig jaar gezocht. Want daarvoor was het voor mij de Bijbel. Maar vanaf mijn veertigste. toen ging ik filosofie studeren. En toen kon ik wat beter lezen en wat beter begrijpen. Ik dacht, nou kom, wat is er nog meer? Nou, ben ik gestuurd op de Dhammapada van Boeddha. Nou, best een aardig boek. Ik heb de Tao Te Ching van Lao Tse heb ik uh, bemachtigd. Um, ik heb wat gelezen van Confucius en dat vind ik een hele goede moraal uh, leer. Dat dus is ook een volksmoraal. Dus, ja, nou, dat vind ik wel wat hebben. Maar achter Conf Confucius dat is niets meer dan een stelsel van regels. Hè? Confucius dat biedt weinig soelaas voor mensen zoals ik die uh, moeten leven in een goddeloze maatschappij. En de werken van Confucius bieden niet veel troost. Die benadrukken alleen maar wat van soep zo het is waar jij je in moet bewegen, waarin je wordt geacht je te gedragen. Dat is mijn idee, mijn mening over de werken van Confucius. Daar mag je anders over nadenken. Maar was... dan hebben we een discussie. Nou, dan heb je nog de, de Upanishad. Een van de vier Veda's. Dat schijnt ook al aardig in elkaar te zitten, maar daar weet ik niet zoveel van. En als stroming, het Hindoeïsme, dat heeft nogal wat moordpartijen op een uh, geweten. Dus ja. ja, maar Piri, die kruistochten dan? Nee, dan zeg ik tegen jou: nou moet je ophouden. Die kruistochten waren van de katholieken. En de katholieken zijn niet van de Bijbel. Dat blijkt maar weer eens. Paulus waarschuwt aan Timotheus van, Pas op jongen. In de laatste tijden zullen sommigen afvallen. En uh, die begeven zich tot verleidende geesten. En de leerlingen der duivelen. Lalalala. En die gaan verbieden om te huwelijken. Hou het in de gaten, zegt Paulus. Nou, en die katholieken, die verbieden te huwelijken. En ze hebben mohammedanen lopen afslachten in het heilige land. Ja, gek, hè? Goh, nou zeg, Piri, jij doet wel alsof je alles weet. Ja, inderdaad, want op dit gebied weet ik het toevallig. Ik weet niet alles, maar dit weet ik wel. En ik weet dat als je je, laat, uh, laat, als je je op de borst gaat slaan van ja, maar wij doen van de Bijbel en we zijn ontzettend pro-Bijbel, maar niet huis, dan ben je een leugenaar en je ligt ook nog een keer op een terrein waar het gevoelig ligt. Kijk, iemand die zegt van ik vind David Bowie helemaal geweldig, een geweldige artiest. En, uh, en dan kom je bij hem thuis en dan heeft hij alleen maar de verzamelde werken van André Hazes. En de zangeres zonder naam. En dan zeg je, oh, heb je ook een CD van David Bowie? En dan zeg ik: Nee. Waarom? Ik zeg, nou, je hebt wel allemaal CD's van André Hazes. En van de zangeres zonder naam. En de havenzangers. En het cocktailtrio. En, uh, maar je hebt helemaal niet Station to Station. Oh, Station to Station, is dat ook van David Bowie? Nou ja, dan ben je dus een leugenaar. Maar dan lieg je over het feit dat jij een aanhanger bent van David Bowie, maar dat ben je helemaal niet. Want dat is niet zo heel erg. Maar als je gaat lopen beweren dat je van de Bijbel bent en je gaat vervolgens uh, het huwelijk verbieden. of je vindt dat helemaal niet erg dat het verboden wordt. dan ben je er echt. Dan ben je een minkukel. Dan heb jij je ernstig zorgen te maken over de waarde van jouw leven. Maar wat betekent waarheid dan voor jou? Ik uh, Perry, vind ik heel goed dat ik erover begint. Nou, waarheid. Uh, ik vind dat je dat moet zeggen wat bij andere mensen uh, lekker ligt en goed overkomt. Want dan gaan ze je waarderen en dat is altijd prettig voor iedereen. En wat je dan zegt, nou, dat is altijd in dat kader. En dat is de waarheid hoor. Je moet lekker dat zeggen wat andere mensen goed bevalt. Ja, dat heet liegen. Want de waarheid spreken uh, houdt in dat je zegt hoe het zit, en dat zeg je, ongeacht de consequenties. En ik kan jou vertellen: ik heb gelogen in mijn leven omdat ik de consequenties niet onder ogen wilde zien. Dus mensen vroegen aan mij iets en ik zei: uh, Moa, och ja. <laughs> Want ik had geen zin in de consequenties van mijn mening op dat moment en een ware getuigenis. En ik denk: ja, morgen brengen hoor. Dus ja, ik heb gelogen. En waar ging dat om? Uh, ja, het was niet echt wereldschokkend, maar ik heb gelogen. Iets gezegd wat goed zou vallen. En dan dachten mensen: Oh. Nou, ik zal het maar vertellen. Ik heb een keer gezegd tegen een klant dat ik het heel erg druk had. En ik heb niet gezegd: uh, Waarmee dan? En die klant die dacht dat ik het heel druk had met andere klanten. En die dacht: van, Nou ja, als je zo druk hebt. Ja, nou wanneer kan het dan wel af zijn? Ik zei: Nou, uh, overmorgen. En toen zei die klant: Oh, overmorgen pas. Ik zei, kan het niet morgen? Ik zei, nou ja, morgen kan misschien ook wel. Maar vandaag echt niet, want ik heb het heel druk. Nou, oh, dus je klant, morgen dan nu. Ja, dat is goed. Dan heb ik de telefoon opgehangen. Toen ben ik verder gegaan met gitaar spelen. Ja. Dat was dus een leugen. Ja, ik kon moeilijk tegen die klant zeggen: van, Nou, ik heb helemaal geen zin om te programmeren vandaag. Ik ben gitaar aan het spelen, iets leuks een demineur. En. Uh, uh, morgen ben je de eerste. Ja, als ik dat gezegd had, had die klant gezegd: van hallo, gitaar spelen op een woensdagmiddag. Ik zit hier ook uh, op mijn werk. En jij een beetje gitaar spelen? Ja, kom op. Ja, daar had ik geen zin in. Dus ik heb toen gelogen. Ik heb het heel erg druk. Ik had het ook druk met gitaar spelen. Maar ik wist wel degelijk dat die klant dat niet zou, uh, dat niet zou connecten. Die klant heeft ook helemaal niet gevraagd van Waar mee ben je dan druk? Had ik waarschijnlijk gezegd. Nou, met iets heel ingewikkelds. En het komt er nog niet goed uit. Nee. Dat was namelijk die solo op de tempeltje. Ja. Maar goed, als je gaat liegen over de Bijbel. Dan ben je vet fout bezig. Echt waar. En wat zie je nou als gevolg. Van dat verbod op het huwelijk? Iemand heeft stilgestaan. En heeft gezegd: van, Ja. Kijk. Als je een functie alleen maar mag bekleden wanneer je niet getrouwd bent, dan is dat niet echt aantrekkelijk, zo'n functie, voor iemand met een heteroseksuele aard. Want de meeste mensen met een heteroseksuele aard, die hebben de neiging om zich een vrouwtje te scoren. En dat noemen ze dan vervolgens hun vrouw. En dan krijgen ze kinderen mee en dan stichten ze een gezin en dan zijn ze helemaal happy. En... Ja, die vinden het nogal wat om dat niet te mogen. Terwijl mensen die sodomie bedrijven, reetridders, homoseksuelen. Ja, die maken er geen bied uit. Die zijn toch niet van plannen te gaan trouwen. Dus voor hun is het een offer van niks. Ze hebben wel een mooie baan. En die belofte van uh, je mag niet trouwen en geen seks hebben we, uh, dinges. En we zeggen van oké, okay, dat nee, is goed hoor, teken ervoor. En dan uh, duiken de verhalen op uh, in de krant. Dat een priester zich vergrepen heeft aan een jong jongetje. En wij denken van goh, hoe kan dat nou? Ja, uh, zijn wij dom of ben ik zo ontzettend slim? Nee, dat zeggen we fout. Zijn jullie nou zo dom of ben ik nou zo slim? Dat komt door het verbod op het huwelijk. Daar komt ook seksuele kindermisbruik vandaan. En de, de, de motivering achter het verbod op het huwelijk dat wordt dan gedaan vanuit dat er gezegd is dat Jezus was ook een vrijgezel en als je een vrouw en kinderen hebt, dan zal je af en toe de prioriteit moeten geven aan je gezin in plaats van aan de kerk en dat zou, dan zou je dus je functie als priester niet voor de volle 100% kunnen uitoefenen. Dat, dat is wat de meeste mensen geloven. Wat dus de basis is, de maar ik moet zeggen, het goed praten van het toch verbieden om te huwelijken. Want het doel, het, het doel heiligt de middelen. Dus als je het huwelijk verbiedt, dan ga je in tegen Paulus. Maar dat is niet erg, want uh, dan hebben wij mensen en die kunnen zich met de volle 100% wijden aan hun functie als bischop of priester. In plaats dat ze af en toe moeten zeggen, nee, vanavond kan ik niet, want mijn vrouw is ziek en mijn kind ook. Dus ik kan niet uh, dingen gaan doen vanavond, ik moet thuis zijn. Snap je? Het is een leugen. Want het is helemaal de motivering niet. Eh... Uh... In die briefwisselingen van Paulus en Petrus en wie nog meer... daarin staat dat het inderdaad het fijnste is voor de gemeenschap... als de voorganger, de bisschop... dat is niet een bisschop zoals je dat nu kent in de zin van de katholieke kerk... maar een bisschop, dat was ooit een functie. Dat is degene met de meeste bijbelkennis en die gaat op de kansel... en die gaat iets moois voorlezen en legt dat uit op een goede manier... Een soort herder voor zijn schaapjes. Meer niet. Iemand is niet eens de baas. Gewoon iemand. met een liefde voor zijn medemens. En, ja, die heeft die functie. En het fijnste is, er wordt ook gezegd. Want als die persoon in kwestie niet getrouwd is, dat is zich met de volle 100% wijd aan zijn functie. En er wordt gelijk bij gezegd: ja, stel dat niet als ijs. Want er zijn voldoende mannen, die zijn prima geschikt voor het ambt van een voorganger of whatever. En hebben een, een diep, een ernstig verlangen om ook te zorgen voor een gezin. Paulus zegt dat ook ergens, ik weet niet meer precies waar, maar het, het is beter... Iemand maar toe te staan dat hij toch een vrouw en kinderen heeft, dan dat je zo'n huwelijk verbiedt en dat zo'n mens eh, eeuwig brandt van verlangen, of eeuwig, maar dat hij gaat branden van verlangen. Dat hij dat zijn hele leven zal blijven zien als een offer wat hij gebracht heeft en wat alleen maar pijn doet. Snap je? Het verbieden van het huwelijk, dat moet je helemaal niet doen. En de katholieke kerk die heeft het wel lekker gedaan. En we hebben priesters en die hebben zich uh, te buiten gegaan aan kleine kinderen. Ja, 1 plus 1 is 2 volgens mij nog steeds. En je hebt een functie, dat is een hele mooie functie, namelijk de functie van priester. Daar ben je verzekerd van inkomen, je hebt elke dag uh, heb je te eten. Er is een bedje, je krijgt ook nog een huishouder. En, nou, kortom, een reuze leuke baan. En het enige wat je hoeft te doen, is met je Bijbel in de rondte te lopen en wat zal van de woorden te spreken. Om het maar even zo makkelijk mogelijk te zeggen. Hè? Dat is een hele mooie baan. Maar die mag je alleen maar doen als je niet trouwt. Het is wel een hele aantrekkelijke baan. En dus aantrekkelijk voor Jan en alle man. Ik laat me even een pauze vallen. Maar dit is wat zich onder onze neuzen heeft afgespeeld. En bij het begin van het christendom. was het heel normaal dat er voorgangers, bisschoppen, hoofden van ecclesiassen waren. en die hadden vrouwen en kinderen. Het was heel normaal. Je had ook dat andere, dat hij een vrijgezel had. Een man die was celibatair, die deed niet naar vrouwen, had die had helemaal geen zin in. En hij wijde zich voor de volle 100% aan het priesterambt. Dat was ook. Dat was allebei. Nou, en wat is er nou gebeurd? Is dat diegenen die dus vrouw en kinderen hadden als priester, die gezinnen waren, die liepen lekker. Die waren harmonieus. Ja, papa had natuurlijk nooit zorgen over inkomen of zo. Want die werd onderhouden door de gemeenschap. Nou, je, je krijgt natuurlijk van de gemeenschap de beschikking over een woning en alles. Je mag ergens wonen. Kortom, de gemeenschap zorgt voor je. En dan verzamel je bezit. En dat bezit dat laat je na aan je kinderen. En je kinderen die erven dan het huis en het land en whatever. Ja, dus in die families van priesters daar hoopt zich kapitaal op. Nou is dat helemaal niet erg. Want het waren mensen van onbesproken gedrag. En die families, daar was ook allemaal pest. En ja, mocht je daarin mensen krijgen die zich zouden misdragen. Ja, dan was het hele priesterschap gelijk voorbij. Dus er was geen enkel probleem vanuit de gemeenschap met het feit. Dat een priesterfamilie. Uh, dat ze iemand een mooi huis had. en dat hij dat naliet aan zijn kinderen. Dat een van zijn kinderen, die werd dan ook weer priester. en die had dan gelijk al een mooi huis. En dat interesseerde mensen niet. Maar dat interesseerde de kerk wel. Want die dacht, ja, mooie huizen. Uh, mooie landerijen en alles. En, en wij dan? En zo kwam het dus dat de katholieke kerk zei. Uh, geen enkele priester, geen gezinnen meer. En die priesters die krijgen woningen toebedeeld namens de kerk. En uh, wij willen al die bezittingen. De katholieke kerk heeft van al die priesters die gezinnen hadden en dus uh, ja, kinderen die op het land werkten, boerderijen, noem het maar op. Ze hebben alles ingepikt, alles geconfiskeerd. Er zijn heel wat vrouwen van priesters uh, die zijn overleden aan de honger. Want alles was geconfiskeerd door de kerk. De, de, het kwaadaardige van de katholieke kerk, dat, dat wordt niet onder ogen gezien. Dat is een groot probleem. Het is een, een probleem. Hè? Stel je moet denken aan iemand met een ziekte. Nou, dat je een ziekte hebt, dat is een probleem. En dat je niet onder ogen ziet dat je een ziekte hebt, nou, dat is een groter probleem. En wij zien het niet onder ogen. Ja, wij zien het katholicisme nog steeds als van ja, moet ook kunnen. Ja. Maar, ja, ja. Dat, dat moet niet ook kunnen. Het katholicisme is heidens. Het gaat om macht. De katholieke kerk is de grootste grootgrondbezitter. Ik kan het bijna niet uitspreken: de grootste grootgrondbezitter van deze aarde. Dat is de grootste. De hoeveel het land die van hun is. En zij zijn niet eigenaar van het noordoosten van de Gobi-woestijn. Tuurlijk niet. Want daar groeit niks. Wie wil er eigenaar zijn van het noordoosten van de Gobi-woestijn? Ja, jij wel, maar ik niet. Nou, ik misschien wel. Ik zou daar gelijk een zonnekrachtcentrale beginnen. Ruimte genoeg, zon genoeg, maar dat is een ander verhaal. Nee, dat uh, dat is een probleem bij die katholieke jongens, en ze zijn niet opgehouden. Ze gaan maar door. Donald Trump staat volledig onder controle van de katholieke kerk. En zogenaamd doet hij wat aan die instroming van al die katholieke mensen uit het zuiden van uh, dat continent. Maar daar doet hij helemaal niks aan. Donald Trump die heeft dezelfde rol als Adolf Hitler. Namelijk het op de knieën brengen van een heel gebied. Adolf Hitler zijn taak was om Duitsland te, totaal te vernietigen. Nou, ja, dat is hem goed gelukt, hè. En Donald Trump heeft nog nooit zoveel geld uitgegeven als president, als een president. Ik bedoel, de, de staatsschuld is nu gelijk aan het bruto nationale product... Van één jaar. Ga jij maar eens even uitrekenen. Stel jij. jij hebt een schuld. die gelijk staat. aan je bruto jaarinkomen. En je hebt niet genoeg geld. om van te leven je zou eigenlijk nog bij willen lenen. Want dat is Trump aan het doen, hè? Trump is aan het bijlenen. Jij is hiermee bezig. Trump is op zoek naar een nieuwe lening... voor het Amerikaanse volk. Nou, jij bent iemand... die hebt een jaarinkomen. Stel, je verdient... laten we zeggen, uh, bruto, hè? Uh, bruto verdien je... 3000 euro in de maand. Dan is dat op jaar in je jaarinkomen met je, je vakantiegeld erbij en je eindejaarstoeslag of zo. Praat je over 40.000 euro per jaar. En jij hebt een schuld van 40.000 euro. En je bent bezig om er nog bij te lenen. Maar dan ben je gek. Want Dan ga je nooit meer terug kunnen betalen, jongen. Want hoe wil je dat doen? En op die 40.000 euro betaal je door minimaal 5% rente. Nou, 5 keer 40 is. Uh... Hoeveel is dat ook Dat is 200. En dat gedeelte 100. Dat is 2. Dat is, uh, dat is 2000 rente per jaar. Dat is zeg maar uh, 200 euro rente per maand. Ja, en je hebt een bruto inkomen van 3000 euro. Ja. Daar hou je net van over, over zoveel. En dan gaat dus, uh, nou, zeg maar 10% van je inkomen gaat weg aan rente. Haha, ha ha, ha, ha ha Hoe wil je dan die schuld terugbetalen, man? Ik wil maar zeggen, Donald Trump is, uh, die staat onder uh, de aansturing van de Katholieke Kerk. En uh, ja, hij zal niet rusten voordat hij heel Amerika aan de bedelstaf heeft gebracht. Punt. Ik weet geen enkel aspect van de Katholieke Kerk waarvan ik zeg, jeetje wat leuk. Echt helemaal niet. Door de Europese Unie is van de katholieke kerk. En wij hebben destijds in de jaren negentig, dan voelden we al nattigheid, en dan hebben we nog gezegd: van ja, oké, okay, een handelsverdrag binnen Europa, dat is goed, daar willen we wel geld voor uittrekken. Maar we willen daar niet een of andere zelfgekozen die wel eens niet verkiezen. Wij willen geen president. Dat hebben we gezegd. Niet eens een. President die door het Europese volk wordt gekozen, en al helemaal geen president die uh, in een achterkamertjesoverleg wordt gekozen. Wij willen geen president. En wat kregen we vervolgens? Een president. En wat was die? Ja, een katholiek: Herman van Rompuy. De kant, dit, ja, en we zeggen er niks van. En dan in dit geval, dat ik het heb over het verbod op het huwelijk, dat dat in de Bijbel staat, want dat moet je helemaal niet doen. Terwijl in de Bijbel ook staat, van, ja, het is beter voor een leider van de kerk om niet te trouwen. En sommige mensen hebben dat van nature in zich. En die zijn tot een inzicht gekomen. Nou, Jezus was een vrijgezel, maar Gautama de Boeddha ook. En Lao Tse ook. En Confucius ook. Dat laatste weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht van wel. Het is heel gebruikelijk onder mensen met een diep inzicht om zich ver te houden van zoiets werelds als een gezin met kinderen en al die problemen die erbij horen. Ik ken het verhaal van iemand en die had een, een kunde aan de lijn, een vent ergens in Duitsland, een klant. En die, hij was met die klant aan het overleggen. Een of andere levering was heel goed gegaan, of juist niet. of whatever. Maar ze moesten overleggen over de phone. En dat was s'avonds laat. S'avonds in de avond of zo. Het was een na het werk, acht uur s avonds of zoiets. En hij hoort in een allemaal gestommel op de achtergrond. En die man die zegt ja, een seconde bieden. En hij wordt allemaal. Dip, 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 dip. En toestanden, man, hoort hij er allemaal door de telefoon. Hè? En dan komt die Koende, die komt weer aan de lijn en die zegt, ja, daar ben ik niet wie daar. En die zei dus, nou, dit gesprek, daar moeten we hem even mee stoppen. Want mijn dochter, eh, die is net binnenkomen wandelen met haar twee kinderen. En die zei zoiets van, pap, ik kom hier wonen. Die heeft mot met de kerel. En die Koende, die zei nog tegen die man die ik dan ken, zei die van, ja... Kleine meisje, kleine problemen. Groze meertje, grote problemen. Ja, dan zit hij daar met zijn dochter in huis, met twee kinderen? Nee, daar zit je op te wachten. En waarom? Omdat ze ruzie heeft met een man? Ja, terug naar die kerel natuurlijk. Dat nou, die verdient toch de poen? Uh, ga maar lekker doen wat die vent zegt. Maar hij ja, heeft zijn vrouw er geen zin in en ja, die denkt, nou, ik ga wel naar papa toe. Ik ga naar mijn ouders toe, ik ga daar wel lekker zitten. Word ik net zo leuk als vroeger? Nee, natuurlijk niet. Kijk, met dat inzicht. Ja, kan je makkelijk de keuze maken door te zeggen: Nou, ik begin dat hele circus niet. Laat me zitten. En seks, ja, houd erop. Kijk, op de langere termijn, ik ken zo iemand en die heeft dus ook ontzettend veel aan seks gedaan. Nou, inmiddels is zij zes jaar jonger dan ik, dus ze is dan 53 of zo. Nou, ik dacht, zij dus heeft een kunstgebit. En ze woont nu in het Rijksinstituut voor Begeleid Wonen. Ze dus heeft een uitkering en een toezichthouder. Ze staat dan onder curatelen of zo, dus ze krijgt niet eens de hele uitkering, want dan zou ze er eens aan uh, het begin van de maand helemaal erin kunnen jassen. Ze krijgt dan maar zoveel per week. En de rest van de uitkering wordt ingehouden, en, en dan moet ze zich zo lang netjes gedragen. En dan wordt die curatele wat opgeheven, vertelde ze mij. En dan krijgt ze ook in één keer iets van 7000 euro cash. Wat dan namens haar van de uitkering gespaard is. Ik, denk, oh, oh. <laughs> dat is best aardig. <laughs> maar goed, die heeft, zie je als, als jong iemand is ze seksueel misbruikt. Dat is natuurlijk niet leuk. Hè? Maar toen werd ze twaalf, kwam ze in de puberteit. En toen is ze helemaal losgeslagen. En toen is ze zelf... Uh, oh. ja, die moet honderden sekspartners hebben gehad. En ze heeft ook gewerkt als prostituee. En daar was, was niks zieligs aan, hoor. Dat was geen uh, zielig verhaal. Ze vonden het wel lekker. Wel een lekker seks. En dan krijg je mijn geld voor ook. Nou uh, ja, Maar inmiddels, ja, ik, toen ik haar dat wat beter leerde kennen, dat was ze een beetje in de nadagen van haar uh, werk als prostituee. Dat ze tegen mij de dus cijfer, nou die ene laatste klant, nou die, uh, well, die wil geen honderd meer betalen, want zijn vrouw die mist het geld op het huishoudboekje en is er maar vijftig. En. En hij komt ook niet zo vaak meer. Ja, met andere woorden, ja, die vent die, uh, die is afgedropen. En daar is niets voor teruggekomen. En nou, deze net het verder nog um, uit consensuele vrije wil met kerels die ze oppikten in de kroeg. Maar ja, dat is ook opgedroogd. En ergens begin dit jaar uh, heb ik iets voor haar gedaan. En toen heb ik een aantal uren met haar samen doorgebracht. We hebben een beetje leuk zitten kletsen. Ik mag haar verder wel. Verder geen punt. En toen zei ze dus van... Nou, oh, dat seksleven van mij, dat ligt helemaal op zijn gat. Ja, zo ja, dus is het ook. Ja, op een dag is het voorbij, hoor. En zij baalt daar wel van... Ja, de Boeddha zal zeggen: ja, je bent ergens aan begonnen hè, zonder te beseffen dat alles waar je aan begint, daar ga je op een dag mee stoppen. En beginnen is heel makkelijk, uh, maar stoppen is een stuk moeilijker. En het stoppen komt onvermijdelijk. Dus ja, seks is leuk als je jong bent en la 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 en dan wordt het, uh, ja. ja, dan niet meer. Als je nog een beetje massel hebt, kan je nog een beetje doorzetten als je 50 bent. Maar. Ja, dan word je 60. En dan komen de lichamelijke issues. En, en dan word je 70. En. Nou, een knappe jonge dame die het dan nog volhaalt. Ja, dus samenvattend. Er is veel voor te zeggen om. Als vrijgezel door het leven te gaan en, uh, en daar bewust voor te kiezen. Daar zegt niks mis mee. Het probleem zit hem erin dat je leuke baantjes aanbiedt, en daarbij zegt: Ja, dan is het verboden om te trouwen. Dat is uitnodigend voor homoseksuele mannen, bijvoorbeeld. Die dan denken van ja, niemand hoeft te weten dat ik seks heb. Dat, uh, dat doe ik wel uh, achterin de, uh, de sacharistie. En die kleine kereltjes, uh, die maak ik wel duidelijk dat ze er niet over moeten gaan praten. Want anders zijn de gevolgen uh, ernstig. Ja, in de jaren 50 hier in Nederland. zijn er jongens die opbiechten dat ze uh, seks hadden gehad met priesters. Die werden gecastreerd. Ja, dat hoor je goed. En die werden gecastreerd als, als voorbeeld voor andere jongetjes die seks hadden gehad met priesters. En er werden tegen die andere jongetjes gezegd, van, nou heb je gehoord wat Henk is overkomen, die is zijn ballen kwijt. Nou, wat denk je dat jou gaat overkomen als jij net als Henk naar de politie stapt? He? Dan ben je ook op een dag je ballen kwijt en wil je dat? Nou toch? Nou, mondje dicht dus. Ja, dit zijn, dit zijn de praktijken van de kerk. Hè? Er is een hele grote rel geweest in 1959. De, de premier die heette toen Fik Marijnissen. En pas in het 21 ste eeuw, niet zo heel lang geleden, is dat uitgezocht... en er is geen één iemand verantwoordelijk gehouden, dus er ook helemaal geen gevangenisstraffen of geldstraffen of dat soort dingen. helemaal niks, helemaal niks. Het enige wat ze gedaan hebben is ze hebben fondsen gevuld. En mensen die dan uh, kwamen met een verhaal, die werden dan beoordeeld op de ernst van het misbruik. En die konden dan een bepaalde hoeveelheid geld krijgen. Nou, ik noem dat uh, zwijggeld. Nou, dan krijg je eenmalig uh, krijg je 5000 euro, maar dan moet je er ook verder niet meer over zeuren hoor. Ja, wat is het verschil tussen dat en dat je van tevoren 5000 euro krijgt? In het laatste geval zou je spreken van prostitutie. En dat is toch echt verboden, hoor. Prostitutie uh, met zesjarige mensen en achtjarige mensen. Dat is absoluut verboden. En de katholieke kerk heeft dat wel gedaan. Want ze kopen nu die mensen af. En dan krijg je dus achteraf betaald als prostituee. Ja, dat is schandalig. Het is schandalig en het gebeurt. Het is gebeurd... Het... En er is geen enkele reden om aan te nemen dat het nu niet meer gebeurt. Echt niet. Ik zou niet weten waar je dat op moet baseren, man. Ik ga er weg. En wij. Wij weten ervan. En we kijken de andere kant op. En wij maken ons druk over uh, nieuwe problemen. als. Uh, dat de CO2-concentratie in de atmosfeer. nou, dat kan toch echt niet hoor. Die is gestegen van 0,03% naar 0,04%. Nou, ik vind echt, daar moeten we wat aan gaan doen. Ja, snap je hem? Dit is toch te erg voor woorden? Ja, maar Perry, de zeespiegel stijgt. De zeespiegel stijgt sinds het begin van de 20e eeuw redelijk constant. En die stijging die bedraagt 0,17 centimeter per jaar. Oftewel 17 millimeter per jaar. Toch? Vind je dat helemaal nou goed? 0,17, nee, 1,7 millimeter. Ja. Dus in de afgelopen 100 jaar is de zeespiegel 17 centimeter gestegen. Dus uh, toen mijn weile opa geboren werd, toen was de zeespiegel 17 centimeter lager dan nu. Nou, ik heb daar geen last van, hoor. Dus momenteel is de spiegel 17 centimeter hoger dan in de dagen dat mijn opa geboren werd. Ik heb nog nooit gehoord dat dat een probleem is. Ja, maar Piri, wat nou als je dan de komende 100 jaar weer, uh, nou, want zoals je zegt, Piri, heb je helemaal gelijk in dat, uh, het stijgt maar door en het stijgt maar door en dan mogen we toch voor de komende 100 jaar weer rekening houden met 17 centimeter. Ja, namen. Nou Dit zijn, dat noem je rookgordijnen. Maar het eigenlijke probleem is dat die katholieke kerk, die universele kerk. en die gebruikt de Bijbel om ons te laten geloven. dat het hier gaat om mensen die te vertrouwen zijn, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Ze zijn bezig met het doorvoeren van een politieke agenda. die inhoudt dat zij de baas worden, de eigenaar worden. voor zover ze dat al niet zijn de hele wereld gebeuren. En wij maar ja aan amen roepen. En kijken naar uh, van... ...hé, hey, maar we hebben helemaal geen pensioenen meer. Ja, maar dat vind ik niet leuk. Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk vindt. Maar uh, jij vond het toch goed? Je hebt toch nooit geprotesteerd? Wat nou dan? Wat zul je nou? Nogmaals, wij betalen hier in Nederland een enorm bedrag per arbeider per jaar aan de Europese Unie, die dat geld vervolgens besteedt aan wat? en nieuwe gebouwen bouwen voor zichzelf. Ze delen het uit aan zogenaamde arme lidstaten, zoals Litouwen. Door het bedrag wat ze hier jaarlijks invorderen... van iedereen die in Nederland iets produceert... zoals mijn vriend Wout, die is bouwvakker, die produceert. Ik produceer ook tegenwoordig, want ik maak toiletten schoon... Maar van de producenten hier in Nederland, daar wordt een bedrag per persoon uh, hoppakee, afgeramd. En vervolgens wordt het uitgedeeld in landen zoals Litouwen. En dan niet aan iedere producent daar, nee, aan de hele bevolking. Die krijgt eenzelfde bedrag per jaar. wat ze hier per jaar inhouden. Dus ze houden per jaar in op een arbeider. Uh, een, een x bedrag. En datzelfde bedrag dat wordt in Litouwen uitgedeeld aan iedere inwoner van Litouwen. Ja, en wij ons maar afvragen hoe het kan dat wij steeds armer worden. En dan krijgen we daar bovenop krijgen we die enorme toestroom van mensen die het niet eens Nederlands kunnen... En dan moeten we ook nog Nederlandse les gaan leren. En dan hebben die mensen er gezin in. En dan krijgen we allemaal uh, integratieproblemen. En dat is ook nog een keer onze schuld. Nou, ja, wanneer is het een keer genoeg geweest met die katholieke kerk? Nou, wij zeggen er niks van. We vinden het alleen maar zielig. Voor die arme immigranten en die arme Litouwers. En, uh... en wanneer worden, krijgen wij een keer medelijden met onszelf? Snap je? Goeie vraag, vind je niet? Het is uh, zondag. <laughs> Dat is toch geen sabbat. <laughs> sabbat is zaterdag. Maar ik ga nog even boodschappen doen. Ik ben Hebraeus aan het leren. En ik ga een schriftje kopen om uh, Hebraeus in op te schrijven. Al mijn oefeningetjes doen. Ik gebruik nu van die kladblaadjes. Maar dan. Nou, ik wil liever een schriftje zodat ik ook kan terugbladeren met wat ik gisteren heb opgeschreven. Want ik ben allemaal woordjes aan het leren en letters aan het leren. Ik wou nu het woord uh, Jehovah. Dat is uh, Jot, H. V. -h, 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 H. Ja, dat zijn de letters. Jot, Dat is hand. En dan H. Dat betekent. Oh, openbaring. Allemaal opletten. Dus hand. Opletten. En dan krijg je. Wouw. Dat betekent. Uh, spijker. Dat is een ander woord. Neel. Ja, spijker. Dus hand. Opletten. Spijker. Opletten. Wat was het ook alweer met een hand en een spijker? Dat doet me ergens aan denken. <laughs> ja, Christus natuurlijk. Is aan het kruis genageld. Weet je nog? Jehovä. Jehovah. Hand, opletten. Spijker, opletten. Of hand, openbaring. Spijker, openbaring. Jot, he, wou, he. Ik weet het. Ik heb Hebreeuws geleerd. Ja, een klein beetje, klein beetje. Maar... So. Alef is de eerste letter. En dan krijg je bet, de tweede letter. En dan krijg je de gimel, de derde letter. En dan krijg je de dalet. En dan krijg je de... En ik ga de he, volgens mij. Nou, de daalt. Leer ze alle 22 uit het hoofd, zou ik zeggen. En ga je Bijbel begrijpen. Snap je? Want de aarde zal beërfd worden door de zachtmoedige. En de katholieke kerk is nooit zachtmoedig geweest. En dan zeg ik op zijn hamburgs: tjus en daglieverds.